Een horde om u tegen te zeggen is het. Spakenburg. Morgen, zaterdag, moet het Amsterdamse AFC een 4-1 achterstand goedmaken in de return van de strijd om de algehele amateurtitel. En dat moet het dan doen met een uitgedunde selectie. We hebben natuurlijk 11 spelers in het veld en uiteraard een stuk of 3-4 op de bank. Maar jammer dat we niet voltallig zijn. Er werd zelfs op strafschoppen geoefend op de afsluitende training. Maar of dat nodig zal zijn, is de vraag. De AFC mist vanwege vakanties en blessures dus een behoorlijk aantal spelers. Het grote geheim wordt nu verklapt, wie er allemaal niet zijn. We missen Maggie Jansen, we missen Laurens Samson, we missen Marien Willemsen. We missen Wout Meulemans, Kevin Hartman, Maxime Singels en twee leden van de staf. 4-1 werd er verloren in Spakenburg. AFC moet minimaal 3 doelpunten maken. Leushuis houdt hoop en vindt, opmerkelijk genoeg, dat hij niet heel erg verzwakt is. We spelen niet met een B-team. En we gaan altijd uit van de jongens die er wel zijn. En we gaan er gewoon het beste van maken. We proberen een leuke wedstrijd te maken voor veel publiek. En dan maar kijken uiteindelijk waar het schip stond. En dus is er nog een sprankje hoop bij AFC dat lang heeft gestreden voor eerder spelen van het duel. Daar waren ze namelijk compleet geweest. Er moeten altijd nog 90 minuten gespeeld worden. En de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En wij gaan heel erg ons best doen om proberen toch nog hier goed resultaat te halen.